debutante zit. In eerste instantie gaat het de leerling zijn die in hoge mate aan het roer staat. Het is dus niet langer de leerkracht wiskunde die kiest welke oefeningen de leerling vanuit het werkboek moet maken. Het is de leerling die zelf kiest welke oefeningen hij of zij gaat maken. Weliswaar binnen de grenzen van de oefeningen die de leerkracht gecureerd heeft. En gecureerd, daarmee bedoelen wij, op voorhand klaar heeft gezet, want er zitten meer dan 100.000 oefeningen in debutant, wat dus betekent dat de leerkracht een selectie maakt, ook een stukje op basis van de artificiële intelligentie, hebben we het zo dadelijk over. De machine weet heel veel over het kind en gaat op basis daarvan al suggesties doen aan de leerkracht. In tegenstelling tot sommige AI-toepassingen uit China is het hier belangrijk om te weten dat de leerkracht aan het roer blijft. Het is de leerkracht die de beslissingen neemt en niet overroeld wordt door de machine, al gaat de machine wel continu met de leerkracht meedenken en continu aan de leerkracht suggesties geven. Maar als de menselijke intelligentie van de leerkracht andere inzichten verworven heeft vanuit het relationeel contact met de leerling, dan kan de leerkracht zeggen, ik volg deze keer de suggestie van de machine niet. Al blijkt toch wel dat de suggesties van de machine heel vaak gevolgd worden door leerkrachten. De leerling staat aan het roer en kiest dus zelf de oefening. Er is maar één ding per week, moet de leerling sowieso een bronzen medaille behalen. Elke leerling moet op het einde van de week de bronzen medaille behaald hebben, wat wil zeggen dat hij of zij de leerplandoelstelling gerealiseerd heeft. Maar de meeste leerlingen, en u gaat dat ook lezen, want dit weekend komt er een heel uitgebreid artikel in de krant over Edutent. Als u dan de leerling aan het woord hoort, dan weet u natuurlijk, zeker in een gamified omgeving, dat er veel leerlingen zijn die absoluut meer willen behalen dan die bronzen level per week en naar zilver of diamant of goud willen gaan. Maar dat is een keuze die ze zelf maken. Ze kiezen ook welke oefeningen ze maken. Ja? Personalized learning, daar ga ik altijd over in discussie met mijn Finse collega. Academisch gezien vind ik niet dat Edutent al in staat is om gepersonaliseerd te leren. Mijn collega vindt dat wel. Ik zou eerder spreken over adapted learning. Adapted learning waarmee ik bedoel dat het leren aangepast wordt wel aan het kind, maar echt personalized learning zou ook betekenen dat wij ook rekening gaan houden met andere behoeften van het kind dan het vak wiskunde volgen. Maar what's in a name? In ieder geval is het wel zo dat we door de zeer ver gevorderde differentiatiemogelijkheden, zijn er een vijftal, dat adaptive learning mogelijk maken. De growth mindset die erachter zit, voor sommige mensen gekend van Carol Dweck, van professor Dweck, dat kinderen dus het belangrijk vinden om te kunnen groeien, zit er ook achter stress-free learning, want ze kunnen zelf de keuzes maken, ze mogen ook fouten maken, als ze fouten maken komen die oefeningen in een andere context ook terug en ze blijven dus oefenen totdat die oefeningen effectief ook lukken en ze het inzicht ook verworven hebben. Hugo, wil jij er iets over aanvullen naar het Finse systeem? Ik zeg dat student-centered, dat een beetje vergelijk, als ik een beetje vlug door de bocht ga, dan zeg ik, wij zijn meer leerplan georiënteerd. We zijn meer leerboek georiënteerd in ons leren. Terwijl bij de Finnen het zo is dat men op zichzelf niet kan zitten blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar om de aansluiting met de leerling te vinden en hem te motiveren. Heel dit gebeuren is een motivatie. Alles wat gebeurt bij de Finnen gebeurt om de leerling maximaal te motiveren. En die wordt in principe nooit vergeleken met een andere leerling in de klas. Het is niet competitief. Die wordt alleen vergeleken met zijn vorige toestand. Dus de leerling gaat vooruit gaan maken en dat wordt beloond. Dus een hele eigenaardige manier van denken misschien, maar tegelijkertijd wel heel boeiend. Omdat daardoor iedereen aan zijn plek komt en iedereen gehoord en geholpen wordt. Dat is zo'n beetje dat stressvrije relatie. Ik weet niet, ik heb daar juist nog met iemand gesproken die al in Finland geweest is. Ja, daar heb je dus die hele relaxe sfeer in de school. Men loopt daar op kousenvoeten dikwijls. Het is echt clean, letterlijk proper. Aan alle hoekjes zijn leerlingen zelfstandig aan het werken. Dat kan allemaal. Dat is zo goed om te zien. Wij kennen dat niet, maar dat werkt daar. Dus dat is indrukwekkend. En dat zien we dan zo dadelijk, Hugo, in de foto's. Hè. Ja, dat gaat straks een hele mooie. Dus in het Playground wordt er artificiële intelligentie, we zullen nu zo dadelijk zien wat dat dan juist concreet betekent, gecombineerd met gamification elementen, dus een sterk gegamified omgeving, die zorgt dat inderdaad de motivatie van de leerlingen sterk verhoogt. We waren pas in Antwerpen in een grote scholengroep en we vroegen daar aan de directeur basisonderwijs, hebt u er een zicht op hoeveel oefeningen rekenen of wiskunde uw leerlingen gemiddeld per week maken in een vijfde of een zesde leerjaar? En die directeurs keken mij aan en die zeiden, goh, dat is een goede vraag, dat zouden we eigenlijk niet weten, hoe hard onze leerlingen eigenlijk per week werken. Met Edutent heeft u al die data wel. En dan zat er één directeur en die zei, ja, ik was vorig jaar nog leerkracht, ik schat toch dat mijn leerlingen in het zesde leerjaar tussen de 10 en de 30 oefeningen wiskunde, of rekenen dan in dat geval, maken per week.
We gaan zo dadelijk hier zien met EduTem vanuit wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat dat aantal per week maal 9 gaat. En dus dat leerlingen, dus een heel sterke ijver, diligence wordt dat in EduTem genoemd, een heel sterke ijver tentoonspreiden, omwille van het feit dat ze natuurlijk sterk uitgedaagd worden en voortdurend ook door de machine gestimuleerd worden, ook vanuit de data die de machine genereert, gaat de machine ook individueel aan de leerlingen suggesties geven, waar natuurlijk ook die artificiële intelligentie voor dient. Het wordt dus zeer ruim gebruikt, in Finland al vele jaren gebruikt, wat ook betekent dat in de machine ook een onschatbare schat aan data zit, vanuit al die jaren dat EduTen al gebruikt wordt, en dat we dus goed kunnen benchmarken en de machine behoorlijk intelligent aan het worden is vanuit die data. Ja, dit zijn studies die gedaan zijn aan de universiteit, ondertussen ook al op andere plekken in Europa, want we zijn ook op andere plaatsen bezig. Het was nog een studie in het voorjaar van 2018 in Litouwen. En telkens wordt het verschil gemaakt tussen pen en paper, dat wil dus zeggen oefeningen maken met oefenblaadjes in een oefenboek, versus EduTen Playground. En dan zie je ook hoe dat de performantie van het leren en de leerwoesting toeneemt. Hier ziet u dat ook, want dat kan ook wel in EduTen Playground. Dit is typisch Fins, zegt Hugo, de coziness. Dit is een examen wiskunde. U kan natuurlijk in EduTen Playground een perfect examens maken. Ziet er een heerlijke examenomgeving uit. Een rustige omgeving, want het is belangrijk om stressfree te gaan leren. Maar voor leerkrachten is het enorm belangrijk dat daar gigantisch veel oefeningen in zitten. Dat is het verschil ook met een traditioneel handboek, waar dat 4 of 5 zeer goede leerkrachten dat handboek hebben gemaakt. Hier zitten oefeningen in van meer dan 7500 leerkrachten. 7500 leerkrachten die vinden dat onderwijs in Finland een community product is, het product is van de gemeenschap, en die fier zijn om hun beste oefening ook te doneren aan EduTen en op die manier ook bij te dragen tot die omgeving. Dus u kan ook zelf oefeningen toevoegen aan EduTen. U kan dus ook delen met uw collega's en u kan dus ook in EduTen genieten van wat al die collega's aan oefeningen op voorhand al hebben ingegeven in het systeem. Ja? Dan de learning analytics die u zo dadelijk gaat zien. En dat is natuurlijk de grote uitdaging om les te geven samen met de machine op basis van die analytics en de aanbevelingen die de machine aan u als leerkracht gaat doen om veel gedifferentieerder naar de leerlingen toe te gaan werken. Goed. Ja, de tevredenheid van de leerkrachten in Finland is ook bijzonder hoog. Ze gebruiken dat ook jaar na jaar terug opnieuw, die omgeving. En ze zien ook die omgeving voortdurend in evolutie is, dat ze er zelf ook aan toe kunnen bijdragen, dat het hun werkdruk verlaagt en dat ze de leerlingen, hun motivatie, sterk zien stijgen. Ja? Laat ons even, want ik moet de tijd bewaken, het is compact. Ik laat u eerst even zien hoe de schermen er een stukje ook uitzien. Hè? Hier ziet u een typische course, zoals dat genoemd wordt, een les die eigenlijk samen of klaargezet wordt door de leerkracht. De leerkracht bepaalt op voorhand ook in welke categorieën hij of zij de oefeningen onderbrengt, maar de machine cureert al in eerste instantie. Dus de machine gaat zeggen, ik zou met dit soort van oefeningen starten. Maar u kan het dus als leerkracht op elke manier gaan aanpassen, veranderen. En u kan zelfs individuele courses voor leerlingen maken waarvan u weet dat ze andere uitdagingen hebben. Zo start dus de wekelijkse activiteit. U moet weten dat in EduTen, gemiddeld genomen in Vlaanderen dan toch, 1 van de 4 lessen per week volledig vervangen wordt door EduTen. EduTen zou perfect 3 van de 4 lessen of 4 van de 4 lessen gebruikt kunnen worden. Maar in Vlaanderen merken we ook dat het eigenlijk goed is om didactisch ook af te wisselen en als leerkracht ook nog traditionele lessen rekenen of wiskunde te geven. En dan 1 of 2 van de lessen te vervangen door EduTen en ze dan spectaculair hard te laten werken. Maar we merken dus ook dat bij de leerlingen dat niet stopt. We zien het ook aan de machine, aan alle analytics, en dat ze heel vaak s'avonds blijven doorwerken. Ja. Zonder dat er een verplicht huiswerk is. 50% meer eigenlijk dan wat ze gewoonlijk deden. Ja, dat is ook zo. We zijn nu in de pilootscholen bezig en het enthousiasme van de leerlingen is geweldig. Die worden wel getriggerd en die doen verder s'avonds en die willen dan die trofeeën halen ook voor een stuk. Maar het werkt wel. En ondertussen zijn ze bezig, krijgen ze ook wat opdrachten die iets buiten de eindjes zitten, waardoor dat growth mindset idee ook voor een stukje geïntroduceerd wordt, waar wij problem solving moeten toepassen, want ze hebben het nog niet vooraf gezien, maar dat zit allemaal in dat systeem van de film. Dat is knap hoor. Allee. Ze moeten minimaal dus elke week een bronzen trofee behalen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze de leerplandoelstellingen behaald hebben. Maar ze kiezen dus zelf of ze dat doen door complexere of eenvoudigere oefeningen te nemen. En op basis van de oefeningen die ze dus realiseren en de tijd enzovoort enzovoort behalen ze die bronzen trofee. U kan zelfs differentiëren met die bronzen trofeeën
om dus leerlingen die het wat moeilijker hebben, om die toch een succeservaring te kunnen geven, waardoor die leerlingen op het einde van de week, doordat ze hard gewerkt hebben, toch ook die bronzen trofee kunnen behalen. Ja? In de praktijk betekent het dus dat wij in Vlaanderen meestal adviseren om te starten met één van de vier lessen te vervangen, en dan eigenlijk de andere lessen nog op een traditionele manier te geven, maar u kan daar dus ook een evolutie in bouwen. Ja? Het is een sterk activerende leeromgeving, waardoor die extra motivatie wordt aangezwengeld en waardoor je ook meer kan differentiëren. Dan komt de Learning Analytics. We gaan er natuurlijk niet in de diepte op in kunnen gaan, we hebben hier maar een 20-tal minuten. We zijn op dit moment in een 9-tal pilootscholen in Vlaanderen bezig, in basis- en secundair onderwijs, die ondertussen denk ik in hun 5e week zitten en we zien dat het enthousiasme zeer groot is. Pas nu begint daar data genoeg in die klasgroepen in te komen voor de leerkracht om eigenlijk ook te kunnen beginnen differentiëren. Want natuurlijk start dat per klas met een lege doos. Weliswaar wordt die lege doos gebenchmarkt met de data die er vanuit de vele jaren in Finland al in zit. U kan data gaan genereren op klasniveau, u kan ook data gaan genereren op schoolniveau, u kan data genereren op school- en groepniveau, u zou zelfs op Vlaams niveau data kunnen genereren, wat ook in Finland gebeurt. Maar uiteraard is het belangrijkste als leerkracht om data te genereren op leerlingniveau en op basis van die data individualistisch de leerlingen een stuk gedifferentieerder te gaan benaderen. Dat ziet u in dit soort van schema's, er zijn er vele, hè. De volgende ziet u nog andere. Het schema linksboven is eigenlijk het belangrijkste schema, dat noemt de student diligence en dat wil eigenlijk wat vertaald zeggen de ijver die de leerlingen tentoonspreiden om te werken. En dan ziet u meteen waar de risico-leerlingen zitten, welke leerlingen eigenlijk goed presteren, on track zitten, andere leerlingen die de kantjes ervan aflopen, leerlingen die misschien een stuk meer gedemotiveerd zijn. Maar u gaat ook op klasniveau zien, dat ziet u van onder, het aantal fouten dat er gemaakt wordt per leerling, maar ook rond de verschillende leerinhouden kan u zien, dat werkt zowel verticaal als horizontaal, waar u eventueel toch wat extra ondersteuning moet gaan bieden, omdat een hele klas een bepaald construct niet goed begrepen heeft. Dus dat werkt allemaal gedifferentieerd. Dit zou misschien voor Vlaanderen voorlopig, dat merken we in de scholen, een brug te ver zijn, maar is typisch weer Fins, misschien Hugo de Jaren kan zeggen. Dit zou misschien niet elke school in Vlaanderen prettig vinden. Ja, het heeft te maken met een soort vriendelijke competitie. Ik heb al eerst nog gezegd, in principe is er geen competitie in het onderwijs, maar om het een beetje plezierig te houden, want hier wordt niet getoond of iemand zijn leerstof kent, hier wordt getoond wie hard werkt. En dat wordt eigenlijk in kaart gebracht. En in die zin kan het wel stimulerend zijn om zulke dingen uit te hangen in de klas. Daar zijn toets voor aanwezig in, evident zelf, je kan het automatisch afklitten, worden diploma's afgeklit, of weet ik wat, dat kan allemaal. Maar voor onze manier van denken is het misschien... Dit wordt vooral in Aziatische landen toegepast, waar kinderen geweldig tegen elkaar opgezet worden, zoals jullie wel weten, en waar dat die competitie zeer sterk is. Maar ja. Bij ons is dat gelukkig nog niet in die mate, zo hoop ik. U kiest toch zelf hoe u communiceert met de ouders, want dat is ook mogelijk vanuit EduTen. U communiceert natuurlijk met de leerlingen, maar u kan ook communiceren met ouders. Dat is een keuze die u eigenlijk zelf maakt. Ten slotte dan nog even zeggen dat we in Vlaanderen dit EduTen ook flankeren met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek opnieuw. We moeten afronden, merk ik. Ja. Dat we de positie ook van de leerkracht wetenschappelijk aan het onderzoeken zijn. Waar we nog veel meer van doen, maar de tijd van 20 minuten is wat kort. In ieder geval kan u op de website ook filmpjes zien. En als u meer informatie wilt, dan schrijft u het gerust op de lijst en dan sturen we u wel een verdere presentatie door. Belangrijk om weten is wel dus dat EduTen een sterk expertenonderwijskundig verhaal is waar leerkrachten aan het roer blijven staan en waar leerkrachten dus absoluut ook de keuzes maken. Dank u wel.